Een aantal Vitesse-spelers is afgelopen weekend in actie gekomen voor hun nationale elftallen. Zo heeft Renato Ibarra bijvoorbeeld met Ecuador tegen grootmacht Brazilië gespeeld. Inmiddels zijn alle spelers weer terug in Arnhem, maar is Bertrand Traoré niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Bertrand die heeft in de eerste wedstrijd die hij speelde, hij vertelde mij in de 40e minuut schoot hij een bal op goal. En toen voelde hij wat in zijn bovenbeen, dus toen is hij gelijk gestopt. Ook de tweede wedstrijd niet gespeeld, is naar Nederland teruggekomen. En dat zal ook de enige speler zijn die er niet bij is. De rest is iedereen goed teruggekeerd, fit teruggekeerd, fris teruggekeerd. Dus we hebben wat dat betreft op Bertrand na een volledige selectie. Vorige week was er geen Eredivisie voetbal vanwege die interlands. De Arnhemmers hebben daardoor dus extra kunnen trainen. Ja, het is altijd fijn om te trainen. En die week die gebruik ik altijd om hard te trainen. Dus dat betekent dat we heel scherp trainen, heel hard trainen. Ik heb ze wel het weekend vrijgegeven om daar weer van te herstellen. Maar we hebben op die manier goed kunnen trainen. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we eventjes de kop zeg maar, met z'n allen bij elkaar hadden kunnen steken. En dat we over het spelletje en over de resultaten hebben kunnen spreken. En ik denk dat het wel goed gedaan heeft. Ik denk dat we ook weer een bepaalde frisse wind is. Lekker weer buiten, maar ook bij ons is het weer lekker weer. En ik denk dat je er nog beter weer kan krijgen, creëren door de punten thuis te laten. En aan deze aankomende reeks van een paar wedstrijden gewoon goede resultaten te boeken. Wij gaan gewoon op onze eigen manier spelen tegen Excelsior. We zullen heel scherp moeten zijn, heel fel moeten zijn. Gelijk als we de bal verliezen, er bovenop duiken. Die gasten niet aan het voetballen laten komen. En op die manier moeten we ze eigenlijk afmatten en hopen dat we zo snel mogelijk scoren. Maar goed, mocht het in de laatste minuut zijn, zou dat ook prima zijn. We staan op 4 wedstrijden 1 punt en dat is Vitesse onwaardig. En de wedstrijd is van levensbelang. Vorige week maakte Abiola Daouda zijn eerste officiële doelpunt voor Vitesse. De spits scoorde namens Jong Vitesse in de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Hij knikte een voorzet van Den Mori bij de eerste paal langs de doelman. Yeah, it was good for me. Mainly, I know I could score if I get chances. I was not really worried about that, but mostly I was more like important for me to get games, to get match fit. That was more of my concern, because I know when I get match fit, I can always be in the position to score, create chances for myself. But it was good to play, to score, and. To win, of course, again for the second team, and everything feels good. Was it a typical Daouda goal, score with your head? No, basically I would say no, not really, for the past 2 years now I score more goals with my head than usual, so that means I have a little bit improved on my head. Hoe staat Daouda er inmiddels voor? Nou, die is weer 2 weken verder. Dus dat is een voordeel van zo'n weekend dat je niet hoeft te spelen. Dat je spelers verder kan brengen, ook conditioneel. Dus Abby groeit er steeds dichter naartoe.